Ik ben ecoloog van achtergrond. En wat ik heel graag wil is die ecologie, dus onze natuur, weer in balans brengen met voedselproductie. Waar wij voor gaan zorgen is dat er veel meer variatie komt in grashoogtes. En dat er veel meer landschapselementen weer terugkomen, dat er bomen terugkomen. Ja, dat dus veel beter is voor onze biodiversiteit. Nou, ik hoop dat de koeien volgend jaar weer buiten lopen. Dus als het ons lukt om de boerderij aan te kopen, dan lopen ze volgend jaar buiten. Omdat dat beter is voor onze biodiversiteit. Voor vogels, voor vlinders, maar ook voor broeikasgassen bijvoorbeeld. En de laatste 500.000 proberen we bij elkaar te brengen door burgers uit de omgeving via een burgercorporatie mede-eigenaar te laten worden van de boerderij. Ik ga ook een certificaat kopen. Ja, eerst een rondleiding. Ik ben groepje roze. Dus eerst een rondleiding en dan ga ik dat waarschijnlijk zeker doen. Ja, om het te steunen. Omdat ik het een heel geweldig initiatief vind en omdat ik dol ben om op duurzame producten uit de buurt. En omdat ik dit jonge enthousiaste stel alle kansen gun om dit tot een succes te maken.